Stevenen wij af op een maatschappelijk ontwrichtende asielcrisis? Ja, dat, dat zijn hele ruige woorden. Ik, ik, ik hoorde wat u citeerde weer, zoals het gebracht was, ook een NRC. Kijk, wat klopt, uh, is dat uh, uh, de komende maanden echt heel veel plaatsen extra nodig zijn. Omdat, ook omdat er een heleboel gesloten worden. Ja. Je moet niet te snel gaan conclusies trekken. Dus gaan duizenden mensen door onze straten en bruggen lopen. En leidt dat weer tot een hoop. Uh, gedoe. Dat is een manier van doen denken. U kent mij inmiddels een beetje, daar ben ik niet zo van. Nee, maar er is dus, uh, geen manier van doen denken van de krant. De krant baseert zich op interne stukken. Ja, van mensen van het COA en ja. de IND. Ja, geen misverstand. Meer. Het was niet mijn bedoeling om hier de journalisten schuld uh, nee. te geven. Maar ja, het, uh, maar het COA het, heeft, er het stuk... de ja, heeft er dagelijks mee te maken. De IND heeft er dagelijks mee te maken. Dus als zij met dit soort termen komen, is er dan echt niks aan de hand? Nee, wat er aan de hand is, is dat er uh, echt een enorm tekort aan en plaatsen... Uh, zeker voor de korte termijn is. Uh, we hebben al een tekort aan plaatsen, ik bedoel niet voor niets. Dus iedereen met man en macht bezig om dat op te lossen. Maar er wordt een heleboel crisis-nodeopvang... wordt gewoon gesloten de komende tijden. Conform de afspraken hè, die we hebben gemaakt met de Rijkse overheid. En eigenlijk, uh, daar heb ik het met de staatssecretaris vorige week over gehad... moeten we concluderen dat dat uh, te vroeg gaat, uh, gaat komen. Uh, niet voor niets zal die deze week naar het Veiligheidsberaad komen... met de vraag, kunnen we een deel van die crisis is Het liefst allemaal. Niet nog gewoon een paar maanden langer open houden. Ja, en dat Veiligheidsberaad vindt plaats komende donderdag. En wat is ja. dan het antwoord van de voorzitter van het Veiligheidsberaad? Nou, kijk, ik kan me er uh, best wel iets voorstellen. Nou, heb ik het wel wat makkelijker. Want we hebben hier in Gelderland-Zuid, waar ik ook nog voor ze ben, eigenlijk al een beetje uh, eind van het jaar uh, in de ogen gehouden. Van, wij moeten nog eens gaan zien of dat nieuwe systeem goed gaat werken. Dus wij hadden al besloten om onze crisisnoodopvang niet op 1 april, maar pas op 1 juli te gaan sluiten. In heel veel regio's is dat niet zo. We ja. denken ook in heel veel plaatsen. Die waar crisis die kunnen ook echt niet langer open zijn. Die zijn ook met de rechterlijke uitspraken in de hand humanitair gewoon niet langer uh, verantwoord. Nee. Dus moeten er nieuwe plaatsen komen. Ik denk dat dat de conclusie zal zijn: hou nog open wat kan. Ja. Maar er zullen absoluut nog voor vele duizenden aan nieuwe plaatsen in ja, op korte termijn geslapen. Maar bijvoorbeeld worden. de burgemeester van Velsen heeft gezegd dat cruise schip dat bij mij aan de elkaar ligt, dat gaat daar echt weg. Uh, in Biddinghuizen hebben ze het terrein weer nodig voor festivals deze zomer. Dus die, uh, die plekken die verdwijnen. En volgens van de burg zijn er dan dus binnen enkele weken. 20.000 extra plekken nodig. Ja, 20.000. Dus, dus zullen we naast uh, kijken wat je nog open kunt houden, ook moeten gaan kijken uh, als u het mij vraagt, en dat doet u. Uh, Naar een aantal grootschalige andere locaties, uh, andere dan wellicht uh, die nu uh, dicht uh, gaan. Want dit kun je niet opvangen: 20.000 plaatsen, ook al waren het er 10.000, hey, die kunnen wij niet opvangen door te zeggen: nou, doe maar bij de reguliere opvang nog een extra bed erbij. Dan zul je echt nieuwe grootschalige uh, locaties moeten doen, die bij wijze van spreken ook nog voor een half jaar beschikbaar zijn. De prognose is namelijk wel dat in het najaar uh, er weer wat rust in die zin uh, uh, komt en een heleboel nieuwe structurele plaatsen zijn waardoor je meer mensen kunt opvangen waar baseert u dat dan op want als ik de cijfers kijk dan dat was baseer af... ik op uh, mijn uitstekende gesprekken met de staatssecretaris en uh, en de prognoses die er liggen en dat zijn natuurlijk prognoses hè? Ik bedoel, Maar bedoel de prognoses uh, zijn 40.000 voor het komende jaar ja maar en voor je wel die ik... komen niet allemaal uh, op hetzelfde moment en het wordt gespreid over ja het probleem ja. zit hem op de korte termijn ja. omdat je dan uh, gewoon door de sluiting van uh, noodopvang en het feit dat de instroom echt onveranderd hoog blijft, een groot probleem heeft. Maar in de loop der jaar komen er nieuwe plekken bij. En alle regio's, alle gemeenten van dit land, is iedereen nu hartstikke druk bezig om nieuwe asielopvang te doen. Uh, ook op plaatsen waar we dat nog niet uh, hebben. Soms door een uitbreiding van het ACC, soms door een extra plek. Alleen die zijn niet de komende weken gereed. Maar wel over een paar maanden. En daarom heb je het probleem nu vooral op de korte termijn. Juist. En maar hoeveel plekken zijn er dan te weinig op de korte termijn? Want u zegt net niet al die ja. crisis uh, noodopvanglocaties blijven open. Dat kan niet in alle uh, gevallen. Dus daar verdwijnen plekken. Met welke cijfers houdt u rekening dan? Nou, ik ga in ieder geval uit over vele duizenden plekken. Ik kan het niet precies zeggen, omdat we natuurlijk nu ook al ook meer door uh, wat we intern al horen uh, natuurlijk per regio zijn het inventariseren, wat kun je nog open houden? Uh, wat gaat dicht en waar heb je misschien toch nog nieuwe uh, mogelijkheden? Dus ik hoop dat we tegen dat we donderdag uh, zijn en Veilingsbraat daarom precies Getal op hebben. Ja. Maar ik ga zonder meer vanuit dat je de komende week alleen al om duizenden plekken hebt. En inderdaad, daarna 10, 20.000, u mag het zeggen. Dat is wel reëel om daar rekening mee te houden. Je mag hem met andere woorden je niet rijk gaan rekenen. Zeggen, nou, dat komt wel goed over een maand of, uh, of zo. We weten ook uit ervaring dat plaatsen waar we nu mee bezig zijn, die kansrijk lijken, dan uiteindelijk door wat voor reden ook toch niet uh, doorgaan. Dus je moet sowieso ook meer gaan inplannen. Dus ja, vele duizenden gaat het sowieso over. Voor de komende weken. Alleen over de komende weken. Ja. En daarna, dus oplopend, zoals de staatssecretaris nou ja. dat zegt, tot 20.000. Uh, kijk, hij zit dichter op die cijfers uh, dan ik. Uh, dus ik heb geen reden om daaraan te twijfelen. En ja. nogmaals, ik zeg zelfs: je moet ook rekening houden dat een heleboel uh, locaties die kansrijk nu lijken. over één of twee maanden toch om wat verreden ook niet te kunnen. Dat kan om tal van redenen zijn, toren met zelfs een stikstofdossier uh, aan toe.